De Mourade Zeguendi was heel simpel. Voor mij was er maar één iemand die dat kon hier bij ons. Ik heb Mourade aangesproken, hij heeft gelezen en hij voelde hem onmiddellijk betrokken bij het scenario. Ik heb daar ongelooflijk veel aan gehad aan hem. En dan hebben we daar twee mensen rondgezocht, Jan Hammenecker en Jeroen Perceval. En ik kende die niet zeer goed, of niet. En puur op het scenario hebben zij eigenlijk toegezegd. En dan zijn we eerst een paar keer afzonderlijk, dan met iedereen samen. En daar zat onmiddellijk een klik tussen hen drie, die niet is gestopt. Waarom wilde je dit verhaal specifiek vertellen? Ik vroeg mij vooral af hoe dat het komt dat welk aandeel in iemand zijn persoonlijkheid zorgt ervoor dat andere mensen daar een oordeel over hebben. Dat was de basis en het uitgangspunt. En dan zijn we eigenlijk vertrokken naar iets dat de man die we in het begin zien, is iemand waaraan dat zeer veel vooroordelen aan vasthangen. En uiteindelijk komt hij in bepaalde situaties. En het is door de situaties dat de kijker een oordeel moet kunnen maken over de man. Hij begint, het is een goede mens in de fond, maar hij heeft slechte dingen gedaan en hij wil daar vanaf. Hij wil opnieuw beginnen. Oprecht opnieuw beginnen, maar elke stap die hij maakt, maakt hij eigenlijk moreel onaanvaardbare keuzes. En het is aan de kijker om mee te oordelen, is het nu vanuit zijn standpunt goed of niet goed. En dat was het idee waarmee dat ik de hele tijd gespeeld heb. Van waar komt het dat wij daarover oordelen? In de hoop dat we zien dat dat aan de situatie ligt en niet aan de afkomst van die gast. Dat was de grote opzet. Ik heb dat eerst in het lang en in het breed geschreven. Maar dan heeft Wouter van Haver, een scenarist, die ik leren kennen heb op TRITS, meegeholpen om dat eigenlijk in een kortfilmformat te krijgen. Dus het kon eigenlijk even een langspeelfilm geworden zijn? Nee, dat ging ook niet. Daarom hebben we het... Nee, het was ook niet genoeg om dragend te zijn voor zo lang. Ja. Om 90 minuten... Het feit dat uw acteurs verschillende talen spreken, ook een oefening? Of zit daar meer achter? Of is dat... Nee, dat is een zeer grote oefening geweest. Voor mij, voor mijn Frans. Ik denk voor Mourade ook, voor zijn Nederlands, want dat is een wisselwerking. Jan zijn Frans is perfect. Jan zijn Nederlands is uiteraard perfect. Dus hij was een heel goede spil daartussen. Het was de bedoeling dat we het in het Nederlands gingen doen, maar er was niemand anders buiten Mourade, zoals ik al gezegd heb, die het kon. Dus hebben we het eigenlijk deels in het Frans gezet. Wat werkt voor mij, wat gelukt is. Wat dat bij mij zeer hard heeft gespeeld is het visuele van een tankstation en de dreiging op het tankstation. Als je daar oploopt, ben ik mij altijd bewust van de ongelooflijke hoeveelheden olie, benzine, diesel, gas waar dat wij overlopen. En dan gaat op onderzoek, hoe kun je dat visueel uitvergroten en uitspelen en linken aan de stappen die de personages maken. Dat was de visuele opzet. En je wilde altijd een beetje meer en een beetje groter en dan gaan we op zoek met wie kan dat, hoe kan dat. Ja, voilà. We hebben dat op 4 dagen gedraaid. Dat was veel te weinig. Maar het zit hem allemaal bij deze film in wat er voor die 4 zeer volgestampte dagen en wat we er daarna mee gedaan hebben. We hebben in postproductie zeer lang gewerkt. Wat er opvalt is het visuele, maar ook het geluid. Matthias Hillegier heeft daar zeer veel aan gedaan om dat zo te doen klinken. Om die muziek, Matthias heeft de muziek geproduceerd ook, Gianni Marzo heeft de muziek gemaakt. Daar hebben we allemaal lang aan gewerkt. Yeah. Ik had iets van, we gaan niet... je kunt je film maken en dan al beginnen proberen en opsturen, maar bij deze hebben we gezegd, we gaan hem afwerken tot in de puntjes en dan pas gaan we er mee naar buiten komen. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.